Ruim 700 meldingen hebben we in anderhalve week tijd binnengekregen over onveilige verkeerssituaties bij ons in de regio. De meeste meldingen tot nu toe die gaan over Vlaardingen, hier over de Westlandse weg. Want je zal 's ochtends vroeg maar vanuit de nieuwbouwwijk je kinderen met de fiets naar de andere kant naar school willen brengen. Dat is een hele lastige klus. Je komt omhoog fietsend met z'n drieën. En dan is het gewoon ontzettend moeilijk om veilig aan de overkant te komen. Er staat een grote boom, waardoor je niet heel erg goed kan zien wat voor verkeer er allemaal aankomt. Je moet rekening houden met verkeer uit beide richtingen. Klopt, ja. Geen gescheiden fietspad? Nee. Dat is er niet. Het is gewoon één groot grijs vlak. En wat denk je elke ochtend als je de kinderen naar school brengt? Dat ik blij ben dat het weer gelukt is. En nog een gevaarlijke oversteek op de Westlandse weg? Ja, klopt. Wat is hier gevaarlijk? Een heel onoverzichtelijke oversteekplaats. Verkeer rijdt hier hard. We staan net voorbij een bocht, dus lastig te zien allemaal. En je moet een hele gekke knik maken. Ja, en je moet een hele gekke knik maken. Je moet oversteken naar links, een haakse bocht naar rechts. Dus een hele uitdaging voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen. Welke suggestie zou je hebben als oplossing? Ik zou graag een tunneltje willen. Maar ik snap dat dat heel duur is. Het zou wel helpen als er fatsoenlijke fietspaden zouden zijn. En als er iets aan gedaan wordt om de snelheid van die dijk af te halen. Want er wordt echt heel erg hard gereden. Succes met oversteken. Ja, dankjewel. Hardrijdende auto's, slecht zicht en onoverzichtelijke oversteekplaatsen maken van de Westlandse weg in Vlaardingen een hindernisbaan. En zeker als je even niet oplet, dan heb je zo een onveilige situatie. Ja, maar we dachten hij was ver genoeg. Dat hij ver genoeg was, maar ja. Moest toch even op zijn rem staan die auto, anders hadden jullie geraakt. Ja, toch wel. Ik had helemaal niet door. Opletten, hè? Natuurlijk. Okay. Heb jij ook een gevaarlijke situatie bij jou in de buurt? Meld dat dan bij ons op de website rijnmond.nl. Daar hebben we een meldpunt en uiteindelijk worden alle gevaarlijke situaties gebundeld en koppelen we dat terug naar de lokale bestuurders.